Alright, welkom terug. Opnieuw, denk stuk 5 ondertussen zeker, van de campagne van Rakarth. We hebben dit stuk ingenomen, dus de Bretonians hier verslagen, Artois verslagen. Moussillon is hier ook uitgegroeid, want die wouden precies plotseling vechten. Nu kunnen we hier de oversteek maken naar Marienburg en hier Marienburg vernietigen en zo naar het noorden trekken. Het is eigenlijk de bedoeling dat we hier afslaan en naar het noorden gaan. Ondertussen is er hier een leger naar beneden aan het gaan. Hier hebben we een Black Ark die naar het zuiden gaat. Dat we met twee vloten de High Elves wat moeilijk maken, want ze zijn niet weer aan het groeperen. Zoveel mogelijk verzwakken, want de Dark Elves hier zijn serieus aan het afzien. Dus we gaan hier zoveel mogelijk plunder halen, zoveel mogelijk slaven bijhalen. En die slaven gaan we allemaal hier in de Broken Lands steken of in Albion. Dat zijn hier onze wingewesten. En hier, ja. Ja. Dat gaan we hier gewoon behouden en ik zeg niet dat we zoveel troepen hier nodig hebben. Zoveel troepen zitten niet met dat leger uiteindelijk verdwijnen als de public order daar volledig in orde is. Die heeft zijn movement gedaan. En jullie ook, als ik me niet vergis. Here we go. We hebben nog geen Scourge on our chariots, nog geen draak of geen Bracchus voor Rakarth. Ook al een aantal beurten in, dan gaan we nog steeds geen Black Dragon kunnen krijgen via onze Monster Pants. Hier, kijk, ja. De Scourge of Cain is eraan, dus wij gaan hun moeten bezigen voordat ze hier allemaal vrede stichten met elkaar, die High Elves. Want dat loopt heel snel uit de hand daar. Nee, Arcane Conduit. Dan gaan we dat fort innemen. Dreadlord of the Druki. Unlikely. Dreadlord of the Druki. Oké, dan gaan wij naar daar. I admire your darkness. Hier Elysia aanvallen. We hebben wat Dark Shards. Heel goede troepen hebben we natuurlijk niet, hoor. Pom, 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 zijn die zoveel beter. Gaan voorlopig 3 units daarbij steken. Hop. Hop, volle kracht vooruit. En de Citadel of Lead. Ik ook nog extra slave pens inhouden. De return van die slaven maximaliseren. Hier zijn we altijd aan het wachten op population surplus, maar dat gaat normaal gezien vrij snel blijven gaan. Om hier de Dark Citadel te bouwen. Daar verwachten we niet te veel miserie. We gaan er wel iets wat infrastructuur moeten behouden om een leger te stichten. Oh, we hebben een extra Black Ark. Oh man, extra Black Ark is wel echt handig. Tyrant of Nagar. Dry land. Ik weet, het is weer een beetje hit voor de economie natuurlijk, maar... Nee. Hou je met die Black Arks zoveel mogelijk miserie veroorzaken. En een landleger is onderweg naar hier. Rakarth kan ondertussen blijven voortvechten, want beter nog een move gedaan met hem, eigenlijk een beurs verloren. Niet per se interesse voor jullie. Dan beter een move gedaan naar daar. Hup, blijven varen. Kuron is ook nog altijd niet klaar om upgrade te worden. Binnen 5 beurten pas. We hebben nogthans voldoende growth buildings. Lord of the Black Court.
Wat zijn onze opties voor de beesten? We hebben er wel een aantal, hoor. Deze twee gaan heel hard van pas komen. En denk dan Feral Cold Ones of Giant Wolves. Denk Giant Wolves als cavalerie. We hebben 3 units op cavalerie en 2 zware beesten. Blackhearted, we have a deal. Ja. Kan ik bij jullie zelf? Nee, ik kan geen. Blackhearted Dreadlord. Hero recruiten? Jawel, jawel. Malicious Cult of Cain of Cult of Pleasure Buildings, local region. Master of Naggaroth. Ja, ideaal. Dreadlord of Naggaroth. Master of Naggaroth. This is real military might. Yep, en dan moeten we de volgende keer gewoon die beesten toevoegen aan 1 set wolves. En klaar is Kees. Jij zij aan het verder recruteren. Moet eigenlijk geen tijd meer verliezen bij jullie. Muur bouwen, want we gaan sowieso nog ruzie krijgen hieronder. En dan zo snel mogelijk doorstoten naar. Alhoewel, Kuron heeft nog altijd geen muren. Dus qua verdediging is dat ook niet veel. We gaan ons best moeten doen en zo snel mogelijk doorstoten. Plus 7. Nee, dat kunnen we snel oplossen. En dat fort nemen we gewoon in. Dan laten we de verdediging een beetje intact. Slaven gaan we hier niet uitkrijgen. Public order ook niet. Recruitment misschien wel. Nee, recruitment gaan we daar ook niet uitkrijgen. Hier, dat we meer beter kunnen ambushen in dat stuk. Of growth. Ja, we gaan het voorlopig op growth houden. Slaves zitten hier niet. Maar die growth gaat van pas komen. The gap. Moet geen slaven aanvaren. Alright. Free range casualty replenishment rate in foreign territory. Enemy casualty replenishment rate in 10, public order min 8. Breeding program. War Hydra en Charybdis worden beter. Frost Breath voor Charybdis. En Abyssal Howl voor Hydra. Abyssal Howl with leadership penalty. Harpy Claws. Meer casualties. Increased chance monster. Ja. Yeah. Oeh. En Pack Hunter. Die hebben we nog niet nodig. Die is ook wel echt goed. Aan het voorlopig houden op breeding program voor onze beesten beter te maken. En dan heb Marienburg. Alright, niks in de monster pens. Hier ook niks. Revenge is at hand. Je hebt je movement gedaan. Jij ook. En hij is verder aan het recruteren. Ja, here we go. Voilà, Confederation, Ethane en Safri. Het is daarom dat we die zo snel mogelijk moeten opkuisen hier. Ik zou sterk suggest you een Hoi, die gaan we hier insluiten met onze schepen. Hup. Yes. Revel in suffering, meer growth voor al onze steden. En naar het zuiden. Tyrant of Naggaroth. I kill for my time, my talents.
them! We gaan er eerst niet raken zelfs. We gaan die verder opbouwen. Staat dat leger iets voor? Niet direct. The Beast Lord Ascendant. Master of all. We gaan hem hier positioneren. Tamer of Dragons. Ik lead. Ambush. En assign skill points. Route Marcher hier in het noorden. Maar dat is niet de heel belangrijkste. Alright, al die schepen van de High Elves die vertrekken, die zijn voor ons. Okay, trade agreement. Gaan die High Elves schepen nog verhuizen? Ja, blijkbaar wel. En constant attrition. Ambush. My beasts shall prevail. Hop. Hij is Marienburg van ons. Dat is ook een gigantische havenstad. Ruby Ring of Ruin. Oké, maar eens kijken. Jij kan terug naar het zuiden gaan. Dreadlord, awaiting command. Absurd. Hij kunt hen onderscheppen. Pom pom pom. Indomitable will. Nou, we hen proberen onderscheppen. Dat gaan we als laatste doen. We hebben eerst ons movement nodig. 15. Dat is nog niet nodig. Meer casualties post-battle. Graag. They bow only to Rakkar. We gaan hier missile resistance aan toevoegen. Dragon Master. Ring of Darkness. Whip of Agony, Beast Armor, Terrifying Mask. Die gaan we ook bijvoegen. A dutiful servant, to be sure. Ruby Ring. Show no mercy. Alright, Marienburg. Van ons. Niet zoveel slaven die we daarvan kunnen halen. We gaan het voorlopig occupyen. Maar we hebben wel Brachus. Onze dragon. En een Dark Pegasus voor haar. Wat meer mobiel. Dominating. We gaan er moeten instaan dat we hier niet te veel naartoe verschepen. We hebben hier wel Marienburg Docks. Daar gaan we vrij veel geld op brengen. Hier Cinnabar Mine ook. Building Browser. Die twee gaan gigantisch veel beginnen opbrengen. Maar ik ga voorlopig nog geen slaven naar hier sturen. Enkel naar mijn twee anderen. Dreadlord. Zet ze voor blok. Dreadlord of Naggaroth. We gaan hier waarschijnlijk moeilijkheden krijgen met die twee legers. Even the law master could not. I approve of these dark deeds. Iets verder bewegen van hun.
hier recruteren. En bij jou, recruit. Ik zal liefst Dark Shards erbij nemen. Here we go. Nu hebben we echt al veel meer slaven nodig om dat te kunnen blijven bolwerken. En is een sea battle die goed loopt. Ah, voilà dus. Als we hier een paar legers van kunnen afsnoepen. Die moeten normaal gezien wel te vangen zijn. Sweet revenge at last. Lord of the Black Court. Nog steeds niet. Such slaughter awaits. I cannot rewrite reality. What now? Druki servant. Kel! Impossible. Cruel dreadlord. Tyrant of Naggaroth. Black-hearted dreadlord. Nou, we krijgen die man niet te pakken, die man. This is absurd. Far beneath an archmage. Nou, we zelf een van die poorts vastzetten. This is absurd. Dreadlord of Naggaroth. Lord of the Black Court. Heeft Lyonesse ondertussen al een beetje verdediging? Een klein beetje wel. Black-hearted dreadlord. Nee, wat harpies erbij. We gaan dat proberen. Tyrant. Annihilate them. The thrill of battle awaits. Voilà. Take everything. Pigeon plucker. Meer slaven. En voor jou. Meer training. Zo ver mogelijk van die vijanden. Ik denk niet dat ze ons volledig gaan kunnen bereiken. En Lyonesse. Omhoog. Black Arc upgrade. Dat duurt één beurt. Aan de riskeren. Fear my malice. En bij jou hier. Do not vex us further. We gaan naar Gorsel. Dat heeft totaal geen zin dat we dat doen. Seeking fresh creatures. Nou, we hebben een ambush. Ik denk dat voor de rest niet veel meer te doen is. En hier ook wat upkeep besparen. Voilà. Veel meer upkeep per leger. Moet ook een extra percentage afdragen. Alright. Even the law master could not.
Maar ze niet kunnen insluiten daar, hè? Ja, toch wel. Hop. I cannot rewrite reality. Nou, we hier proberen zoveel mogelijk in te sluiten. We're going to need a bigger cage. This is absurd. Leoness is aan het upgraden. Dreadlord of Naggaroth. Dat gaan we op het einde doen. Nobleborn. A vile. Kunnen we die Thor aanvallen? Denk het wel. Lord of the Black Court. Eerst hier eens kijken. Favored of the Witch King. No. Isle of Wight. Die hebben normaal gezien wel allemaal een garrison. Er staat niet veel voor, maar. Hateful bidding. En Curon upgraden. A legend among beastmasters. Niks hier interessant. Blood and suffering. Corsel. Show neither mercy or restraint. Hebben we die regio nodig? Denk het niet zelfs. To the prey. Dan gaan we dat gewoon. They bow only to Rakka. Second. Ja, Gorsel kun je wel gebruiken om die regio aan elkaar te hangen, maar voorlopig. En dan naar het noorden. Al met dan dat we deze niet te pakken krijgen. We proberen Alariel de pas af te snijden. Welke lord is nog niet gemoved? Hier, onze admiraal. Our revenge is at hand. Draw your blades, we yep. Fight. Burn it all. Black hearted dreadlord. Voilà. Dreadlord of the Druki. Nou, ze proberen teruglokken naar hier. Dreaded slaver. Of unassailable. Ah, when we're defending, yep. Zoveel mogelijk verdediging. Als we op een Black Ark zitten, dan vallen ze ons aan. Indomitable will. Feared by all. Nou, we zo de kust in puin leggen. Hij zit hier vastgezet. Hebben we. Oh. Death and carnage await. Hebben ze dat werkelijk geraised? Maar kijk nog wat we ze kunnen aanvallen. Ik denk het wel. Een lord. En zo. Een vreemd. Nu, als ze het al ingenomen, kunnen wij van aan de kust aanvallen. Bolster the military recruitment costs. Demand improvement. Yeah, slave quotas. En waar zijn gerecruiteerd? Hier. Oké, dan gaan we die wel lastig vallen hier. Yes. Als ik me niet vergis, is Alariel naar hier aan het gaan. Move, move. Action stations. Terwijl wij hier de boel om zeep aan het helpen zijn. Ideaal. Black-hearted dreadlord. The people are displeased.
Recruit Lord. Oh, High Beastmaster, Cunning, enables poison attacks of armor. And Supreme Sorceress. How about Angel of Fire? Fire, yes. Strategist, Confident, Perceptive, Disciplined Weapon Master, Aggressive. Malicious. Nee, nog niet nodig. Bloodshed becomes. Dreadlord of Naggaroth. I call recruitment. Was Speerman. Nee. Dan kunnen we dat leger hier uitschakelen. Voilà. Born to command. Ik weet niet of ik Gorcel wil behouden. Heb ik dat echt nodig voor mijn objective zelfs? Don't know. Occupy loot, razor sack. Tor Ivrest, Lothurn, Shrine of Cain, Arnheim. Ik denk dat ik het zelf niet eens nodig heb. Beasts, rampage. Feast, my beasts. Fail me and face the lash. Once my beasts have fed. Nah. Free range. Tremble before. Dat heb ik niet nodig, anders moet het ook nog binnen verdedigen ook. Nope. Done. Lord of fear. Which lord has not moved? Zo, nou is een volledig blok zetten hier. Die zijn dus naar het zuiden gevlucht, ideaal. Dan gaan we Moussillon terugclaimen. Green one. Non-aggression. Don't really care about you guys. Nou, we proberen een van die tors aan te vallen. Loyalty critical. We blijven maar naar het noorden gaan. Ik weet niet of ik direct de Citadel of Lead zou willen aanvallen. Impossible. Not sure. Dreadlord, at your command. I have dark purpose. Ze zijn naar hier aan het gaan. Hij kunt ook opschuiven. Samen met dat leger. Zijn nog binnen de bubbel? Ja. Lord of the Black Court. I admire your darkness. Kunnen we die tor aan? Wellicht wel. En daarmee kunnen we dan ook die, dit stuk afronden. The Beast Lord ascended. Dragon Master. Dat is allemaal ruins. En dan gaan we verder naar het noorden. Noble of Naggaroth. En Sakara kan naar de Shrine of Cain beginnen gaan. Hier nog een eiland mee pakken en hup, Shrine of Cain ben. Oké, dan kunnen we met hen. Dat is echt wel beter doenbaar dan je denkt door computer.
bedoel, onze wolven zijn niet veel waard, maar al de rest stormt de muur en we zijn daarover, hoor. Kijk, we gaan allemaal op die muur. Jullie hier en jullie op de flank als er iets uit die andere poort komt, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Doggo's in the woods gaan jullie waarschijnlijk niet nodig hebben. Harpies ook niet. Jullie. Allemaal samen. Kom eens, hurry up. Dan bombarderen we die speerman direct er allemaal af. Als de archers afgeleid zijn, vliegen we erop met de harpies. Op zo dicht mogelijk bij die muur. Hup, pingpong naar de volgende. Ondertussen in de Corsairs de muren aan het beklimmen. Maar die Corsairs moeten dat pleit vrij snel winnen. Even stoppen met schieten, zoveel mogelijk hier vooraan blijven staan. Hop, die zijn eraan. Jullie vliegen op in. Ja, is er nog iets over van dat leger? Hop, naar beneden. Battle ready. Corsairs, we have failed. Hop. Dark shots. Death.
Hop. We hebben altijd zelf geen Murder's Prowess bij Crane. Wat is de andere troep hier? Yep. Lost. Easy decisive victory. 180 kills op de harpies. Waarom dat die Audio Resolve zo'n ons nadeel was, geen flauw idee. Here we go. Wat krijgen we hieruit? Victory. Aha. Take everything. Sack. Hydra Blade. Hier meer slaven mee. Avrio. Black-hearted dreadlord. Dat we nu gewoon iets van de kust gaan gaan en dan terug pingpongen naar daar. Maar in het andere is wel moeilijk om. Om te helpen. Dread expansion. Castle Artois. Dark and heb je movement ook gehad? Normaal gezien. Ja, kunnen we nog iets upgraden voordat we deze beurt eindigen en de video afronden? Denk het niet. Dat gaat hier nog een battle worden. Ze hebben heel veel loss van Seaguard, which is annoying. We hebben ook wel redelijk wat Dark Riders om in te pesten. Het zal moeilijk worden. Maar dat is voor de volgende keer. Tot de volgende.